Maar ik ben weer gezellig met Loutje. En waar zijn we? In Delft. Pak je stok dan. Nee, stok pakken. Voor? Ja, heb ik ook nog wat. Ja. Goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick, Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag dinsdag 13 december 2022. En het is nou net 7:50 geweest in de ochtend. En ja, het is geen tijd voor mij normaal niet. Nee, dat weten jullie ook. Normaal ben ik een middagmens, avondmens, maar... Ik heb een afspraak met Laura buiten, buiten haar werkom. Dus ik ga haar zo ophalen. Dus ja, ik ga zo meteen mijn auto starten warm maken, want het is koud. Het is een rotje koud. Ik zal eens even kijken. Even kijken hoe koud het is. Even kijken hoor. Hoe koud is het vandaag? Dus even kijken. Ik ga hem eventjes refreshen. 7:34 heb ik het voor het laatst bekeken. Toen was het min 4 hier. Het is nou nog steeds mijn vier jongens. Het is koud. Dus kleed je goed aan. En dan zien jullie mij straks wel samen met Laura waar we naartoe gaan. Dus check hem dan. Mijn verlichting staat nog aan. Ja. Mijn verlichting staat nog aan. Ja. Maar ik ben weer gezellig met Loutje. En waar zijn we? In Delft. En het is roze koud, kan ik je vertellen. Want het is min 4. Maar hoe rij ik nou, lieve schat? Vertel. Ja, goed, goed. Goed, hè? Ik ben niet bang, dus dat scheelt. Ja, echt, hè? En je krijgt nog een knuffel van Niels. Ja, van Nelis. Gele Nelis. Oh. Nee. Nou, Niels, je weet wie het zegt. Nee hoor, Niels, I love you. Dat zegt ze nu, hè? Nou, we gaan dus even kijken of we hier lekker kunnen ontbijten. Of het al eventueel open is trouwens. Nee, rot op maar. Het is wel heel erg rustig trouwens hier. Het is nog dicht. Nee. Hoe lang gaan we lopen? Oh, 10 jaar. Ja, nou, we gaan... We denken, we gaan even ontbijten bij de IKEA. Nu om 10 uur nog. Jezus, Mina, dat is toch geen tijd? Nou, laat maar. Ik denk dat alles om 9 uur open gaat. Dat dacht ik ook, ja. Maar nee, de IKEA die heeft weer privileges. Hè, om, dus om 10 uur open te gaan, dat is toch geen ontbijt? En voor mensen, gooi hem lekker eerder open of zo. Oh, IKEA, luister! Ja, 9 uur. Dat is een mooie tijd. Ja. Zo, nog steeds met Lau. Kijk, Lau die loopt lekker achter me. Helemaal leuk. Oh ja, ik was gisteren hier ook en ook. Kijk, hier is Sushi. Sushi! Sushi is slecht voor je, dat weet je. Mij nog spelen. Mij nog spelen, als je slecht voor je. Ja, maar gisteren liep ik hier en toen was het bij de bloemenafdeling. Toen kwam er een vrouw naar me toe. Ja, en als je ruzie hebt met je vent, zoals vandaag, dan doe je het maar lekker thuis. Weet niet waar je het over hebt, maar ik had niet eens ruzie met Ro. We gaan even naar de Jumbo-bak. Vlog, ga naar de Jumbo-bak. Elke vlog zien we het. Is dit de Jumbo-bak? Ja, dit is de Jumbo-bak! Jee, de Jumbo-bak. Sorry, meneer. Sorry. Ik jaag hem gewoon even weg hier. Zo per ongeluk. Sorry. Meneer, sorry. Dat ga ik niet nemen. Nee. Nee, hoeft er ook niet, hoeft er ook niet, hoeft er ook niet.
Dat is echt wat voor mijn moeder, hè? Dit is de welbekende bak, schat. Maar hebben ze nou niet één van deze nog? Wat een gezeik. Wat? Schoolfilet. Kabeljauw. En schoolfilet hebben ze ook, hoor. Ja, we moeten kabeljauw hebben. Oh, ik eet vanavond vis met mijn moeder. Wat doet die jumbo-bak? Goed, hè, die jumbo-bak, hè? Ja. En heb je daar allemaal ook nog leuke dingetjes voor gedaan? Dus cake smash toch vandaag? Hoe zei je dat? Cake smash. Maar hoe, cake. Maar hoe deed je dat? Vertel. Wat is dat? Een elan. Het lijkt wel een kwal. Oh, humor. Sorry meneer. Dat doen we zo. Weet je wat ook leuk is? Is dit. Kijk hoe leuk. Huh? Dat is leuk. Maar voor een euro. Voor een euro. Oh ja, weet je. Ik heb deze even voor mijn moeder gekocht. En die ga ik inpakken voor haar. Voor de kerst, voor volgend jaar. Nee, voor, als ik haar zie. Mam, alsjeblieft, een vervroegd kerstcadeautje. Een doeboek. Heb jij niks nodig hier? Je gaat alleen voor mij mee. Natuurlijk. Is toch grappig? Is toch leuk? Of niet dan? Jouw pesten op de vlog eens een keer. Ja. Want zo vaak zien ze jou niet meer, hoor. Daar ben ik ineens elke week weer. Ja, zomaar ineens. Is leuk. Jezus, is herboren. Nee, dat is lekker olijven. Wat? Houd dan, ga je tafel. Oh, heerlijk. Hè? Ja, ik weet niet waar je naartoe gaat. Ik weet het niet. Met z'n allen. We gaan het meemaken. En nou, we willen lekker lopen met een hondje. Hondjes, ja. Of het ook puppies zijn ook, ja. Maar ja, maakt niet uit. Mag, kan, hè? Ja. Beauty! Waar ben je mee? Joepie! Rustig. Dank u. Dan. Nee, stok pakken. Pak je stok. Ja. Yeah. Hoed ze. Kom dan, pak hem. Kom maar. Ja. Yeah. Pak hem dan. Pak je stok. Pak hem. 1, 2. Ja, yeah. Neem mee. Kom maar. Pak hem dan. Kom, pak hem dan. Kom dan. Pak hem dan. Kom dan. Kom mee. Doei. Kom dan. Pak hem. Pak die stok. Pak hem. En mee. Kom. Jee, schatje. Pak hem dan. Pak je stok. Ja, kom maar. Pak je stok. Nee, geen zin in. Oké, dan niet. Doei. Nou zit deze er nog op en voor, ja, heb ik ook nog wat, ja,
zitten deze twee mooie dingetjes er nog op. Maar ja, is leuk, is handig. Maar ik heb nog wat leuks in de auto. Ja, dan moet ik even van deze kant weer wezen. Even een rondje om de auto heen lopen, is handig. Ja, het is eventjes een dikke bende. Ik weet het, jongens. Ik weet het. Ja. Ik wil dat zelf proberen. Die. En die. En die. Zo, alsjeblieft. We gaan eens even kijken. Ja, ik heb... dit is de voorraad. Voor de voorraad. En dan heb ik hier. En dan heb ik hier. Kijken. Voor de achteruit. Voor de achteruit. Dus deze kan zometeen weer even in de kofferbak. Eerst achteruit? Nee, eerst vooruit. Want eerst vooruit. Ik wil even kijken hoe ik dat moet doen. Zo. Mooi. Dat doe je allemaal. Nou, wat ik allemaal doe, ik pak hem hier. Ja. Omhoog. Ja, je hebt nu eerst in de... Ja, maar dat komt later wel. Dit is namelijk de zeurverstand. Ja. Maar dat laat ik even binnenkort zien hoe je dat moet doen met een automaat. Ik moet er nog een beetje wennen van, oké, hoe moet dat? Maar oké, we gaan de ruitenwissers vervangen. Ja. De rest komt later. Oké, hier heb je een klein dingetje. En dan is het eigenlijk, even kijken of ik dat goed doe. Ja. Graag de hik, man. Nee, niet echt. Heel voorzichtig. Ik wil een beetje los, dat is ook zo. Lekker op je vingers kijken. Zo, dat is één. Okay. Die is los. Dan hebben we hier een nieuwe. Ja. Van Bosch, dat is me aangeraden. Even kijken. Welke is welke? Heb je één of één? Oh, nee. En hier staat het een of ander aangegeven, schat. Dus deze, die moet hier. Ja, dat is te lang. En deze, dat moet daar. Dat is te kort, hè? Ja, daarom moet ik ook kijken hoe en wat. Want elke ding is weer anders. Ja, joh. Mooi in de dag. Krijg je het eruit? Goh. Oké. Dit is de lange. En laat die kort zien, heb je wel. Ja. Yes. Dit is de lange, ja, zoals jullie kunnen lange. Zien. Oh. En dit is de korte. Ja, de korte. Okay. Dus, gaan we nu eerst weer deze erop doen. Dat gaat makkelijker waarschijnlijk. Die is gewoon weer zo, inderdaad. Klik je hem zelf erin? Eerst even kijken hoe ik dat nu ook even moet doen nu. Ja, en toen zat hij al. Oké. Dus eruit halen is in principe dit indrukken hier. Ja. Dat doe ik. Pak hem even aan de zijkant. Ja. Lijkt dat je draait, wel. Ja. Knopje indrukken. Ja. En schuiven. Ja, dat gaan we dus net zoals doen bij deze. Oké, dat kan heel veranderen, joh. Heel goed. Een beetje hier schuifpakken, denk ik. Ik moet hem hier indrukken. Ja, oplop wel. Hier moet ik even kijken. Wat jij handigste vindt. Ja, nee, wat. En wat jij handiger vindt, want jij bent hier aan het filmen nu. Ja, lekker om die vingers te krijgen, joh. Knopje indrukken hier. Dit is een beetje strak, maar het hoort dat zo. Ja, ja. Mag ik een beetje wat meer ruimte? Want nu heb ik het gevoel dat ik even... Lekker op je vingers kijken, schat. Ja, dat weet ik. Dat mag ook wel. Ik heb
even, het is nou geen kracht, daarom. Ik ga het doen. Nee, ik wil het zelf doen, maar ik moet er wel bij kunnen. Nee, ik kan het. Ik kan het helemaal. Hey, we gaan het doen. Oeh, zo, weer eventjes bij de mol geweest vanzelf. Hè. Ja. Ja, even lekker bij de mol, mol. En wie heb ik bij me? Wie zou ik bij me hebben? Hi. Hi. Gaat-ie? Ja. Ja? Een beetje druk vanochtend, maar dat geeft niet. Nee? Ja, dus jij gaat nu naar huis om ruzie te maken? Ja, ik ga nu naar huis om even ruzie te maken met jou. Oké, okay, dan. Hang ik vast. Ja? Huh? Hang ik vast op voordat jij belt. Ja. En het is alweer donker, jongens. Jeetje, mine, het is alweer 5:30. Ja. Mijn genade. Oh. Maar ik laat jullie zo meteen wat zien wat ik heb gekocht. En ik heb ook thuis een pakketje binnen. Ja, laat ik ook zo meteen zien. Maar nu eerst even naar de auto. Want het is donker, dat zal je ook zo meteen zien. Het is donker. Kijk, pats, het is donker. Dus ik ga naar de auto lopen. Ja, jullie zien me niet meer. Nee, nu wel. Hey, hoe toevallig. Ja, ik ben weer eventjes een tijdje thuis. En ik zal ook eventjes een link hieronder droppen van Enzo Knol. Die is vandaag online gekomen. En ja, ik sta erbij, jongens. Ja, ik sta erbij. Dus ik zou zeggen, het is wel in het begin. Ongeveer vanaf 3 minuten kijk heel goed. Maar ik ga nu eerst eventjes een pakketje pakken. Van mijn andere oude bureaustoel. Ja. Dat is deze zware jongen. Ja, dat is deze zware jongen. Kijk. Dat is deze. Even kijken. Er zat niks op. Maar ik doe het wel even zo. Vind ik leuk. En dan doe ik deze even eraf. Yep. Voordat ik me verraad. Hè? Hij lijkt me niet handig. Nee. Maar het is wel een hele grote pakket. Zoals je kan zien. En ik zal even wat dingen aan de kant halen voordat ik ergens ongeluk de doos verkeerd doe. Maar ik ga hem even openmaken. En ik ga hem zo meteen gelijk sowieso uittesten. Dat heb ik ook al tegen Ro gezegd. Wat zeg ik nu? Zo. Ja. Zo. En even daar naartoe. Zo. Hij is al sowieso open. Nou, dit zakje hebben we niet nodig, hè? Nee. Maar dit zakje kan ik wel weer in mijn auto neerleggen. Hé, hey, is een hele handige. En dat is grijs. Ja, het is grijs. En het is zwaar, kan ik je vertellen, jongens. Hij is zwaar. Hij is loodzwaar. Nou, als je een doos wil hebben om mee te spelen, alsjeblieft. Jeetje, hij is zwaar, jongens. Mijn granade. Eens even kijken. Hoe kan ik hem beste... Ja, zo. Kijk. Dan zeg ik, hij is lood. Ja, hij is lood. Nou, ik zal het gelijk maar vertellen. Dit is namelijk een verzwaringsdeken. Ik moet niet in het scherm kijken, maar ik moet naar de lens kijken. Ook een hele goeie. Ik heb hem bij de Action vandaan. Iets van €30 uit mijn hoofd. En ja, ik ben benieuwd of hij inderdaad gaat werken. Want ik ben wel heel vaak moe. Maar echt in slaap komen kan ik niet. Dan blijf ik alleen maar wakker. En nee, dan zit ik niet op mijn zit ik niet op mijn telefoon. Maar ik kan dan gewoon niet slapen. En dan kijk ik gewoon naar de lucht. Want ja, ik slaap altijd met mijn rolgordijnen open. Dus ja, en dat heb ik altijd al. Maar sinds een paar maanden eigenlijk slaap ik gewoon heel slecht. En dat wil ik gewoon eigenlijk weer terugbrengen. Nou, gewoon goed. Dus daarom heb ik even ook deze verzwaringsdeken aangeschaft. Om te kijken of het werkt. Dus, en nee, ik word hier niet voor gesponsord. Sowieso niet. Dit heb ik zelf gekocht bij de Action. Online, want dit verkopen ze dus niet in de winkel. Helaas. Maar dat is dus allemaal door en door de COVID gekomen. Dat er corona, hoe je het ook maar wil noemen. Hebben dus heel veel bedrijven dingen ook online in
ook op de markt gebracht, hè, zoals jullie wel weten. Dus ja, dus ook de Action die blijft nog steeds bij hun online webwinkel. En dat je sommige dingen gewoon niet in de winkel kan kopen, maar dat je het online moet aanschaffen. Dus ja, daarom heb ik dus deze week maar ook gedaan. Want ik hou eigenlijk helemaal niet van het online shoppen. Maar oké, het is even niet anders. Maakt niet uit. Geeft helemaal niet. Maar ik heb deze aangeschaft en ik ga hem sowieso zometeen zeker even proberen. En dan horen jullie het zometeen sowieso van mij of morgen. Dus ik ben nu ook back off. Het is nu net 7 uur geweest. Ik heb een hele hoop vandaag gedaan voor mij doen. Ik ben met Laura weg geweest. Ik ben met Debbie weg geweest. Dan heb ik nog met Ro eventjes naar een showroom geweest voor zijn dingen. En voor zijn ouders, zeg maar. Daarna weer naar de mall. Vanaf de showroom de auto's gewassen. Nou ja, dat hebben jullie allemaal gezien. Dus ja, ik ben echt wel even back en back af. Gewoon hier, zeg maar. Mijn lichaam, dat maakt niet uit. Maar mijn geest, daar. Daar ben ik gewoon heel erg moe. Morgen, ja, dan heb ik ook gewoon een hele zware dag. Want dan moet ik gewoon weer iemand wegbrengen. Dus ja, en ik moet ook nog een was opvouwen. Nou, een was in de wasmachine doen. Dus dat ga ik ook zo meteen als eerst doen. Een was in de wasmachine. Zodat dat zo meteen gewoon draait. Heb ik me daar even geen zorgen over. Dus dat ga ik eerst zo meteen doen. En dan ga ik ook kijken wat ik weer mee kan nemen morgen naar Den Helder. Want ja, daar ga ik naartoe. En Niels is ook weer lekker bezig. Ik zal eens even kijken hoe ver. En ik moet sowieso nog even één vlog in elkaar bouwen. Sowieso één vlog. Maar die is ook bijna af, hoor, moet ik zeggen. Ja, ik kijk jullie even nou niet aan, dat is logisch. Maar Niels is heel goed bezig geweest, wat ik al zei. We hebben dus nu tot en met 19 december al ingepland. Nou, dan hebben jullie dat al lang en breed al gezien. En dan komt dit nog, dus ja. Dus we gaan het afwachten. Ik ga sowieso even nu eventjes wasje in de wasmachine doen. En dan checken jullie mij later. Ja, en toen was het alweer, even kijken, bijna 9:50 in de avond. Ja, 9:50 dan alweer. Ja, en ik lig nog lekker op bed zo. Lekker blauwe plek, jongens. Oh, ho, 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 ho. Ja, dat komt omdat ik van de week even van de trap af ben gelazerd. Ja. Maar er wil iemand wat unboxen. Ja, dan mag je dat lekker doen. Kijk eens, daar hebben we hem. Hey, ijsschat. Hey. Je hebt wat leuks, toch? Ja, het is niet unboxen, maar een envelop. Nou, als je een beetje zo gaat, kijk dan. Ja. Nee, kijk. Juist. Het is gewoon een envelopje van karton. Ja. Kartonnen envelopje. Geen box. Openmaken. Zit erin. Een nota. Oh. Wat? Een nota. Oh, een nota, ja. Maar dat is ook handig. Oh, lekker spannend. Ik kan het net niet zien. Zo leuk dat alles zo start trekt, oké? Okay? Ja, draai maar zo. Tweede. Oh, dat is leuk. Ja. Ja. Ik zou voor deze trui. Dan hoop ik dat je er blij mee bent. Ik denk het wel. Het is niet helemaal de goede, maar... Ach ja. Als het er maar dit is nog de oude, zeg maar, uniform trui. En dit is van Discovery. Mhm. Voor Star Trek spin-offs je hebt. Nou, een heleboel. Dit is de laatste. Eén laatste. Picard is de laatste. Oké. Okay. Dus. Ja. Die ga ik lekker eens eventjes opdoen. Wie is er plastic zien te krijgen. Ja, dan moet je eerst knippelen. Knippelen, hè? Ja, goed. Precies. Goed. Ja, sorry. En dan hoop ik dat je er blij mee bent. Ja. En als jij zelf gaat bakken, zou je dan voor mij eventjes een bordje klaar willen maken? Eventjes in een magnetron en dan even hier lekker naartoe brengen. Ik kan het niet, een bordje. Ja, kan wel eventjes. Het is niet zo met mijn hutsenmuts wat ik allemaal klaar heb gemaakt. Oké. Okay. Gewoon gewoon wat in de koekenpan zit, zeg maar. Ja, in de magnetron krijgen. Ja, en dan eventjes wat lekker 4 minuten zo, 5 weet ik. 45 minuten. Nee, 4 à 5 minuten. En niet 45 minuten. 4 à 5 minuten, nou 4 à 45. Nee, 4 à 5 minuten. 4 à 5 minuten, oké. Okay. Ja.
4,5 minuut dus. Ja, prima. En dan ga ik het lekker hier op eten. Ik heb helemaal geen zin om naar buiten te gaan. Okay. Dan doe je dat niet. Nee. Ja, samen even. Ja? Ja, blijf je lekker hier. Ja? Ga ik lekker naar de keuken. Ja? Ja. En zal ik dan even mama verbellen? Ja, ik bel mama. Is goed. Voor de handschoentjes. Ja, ook dat. En ook dat en dat ik mee wil met uit eten. Ja, dat is helemaal goed. Meteen doen. En dan ook nog van die wat en wat ik net heb geregeld? Nee, dat doe ik maar morgen. Dat is leuker. Ja, maar... Ik kun je het allemaal één keer doen? Ja, gewoon nu. Oké, okay, dan doe je het. Even kijken of ze het ook wil hebben. Vast wel. Ja, precies. Dat is handiger. Ja, daarom. Dan weet je wel met meer kabels. Hè? Het is wel met meer kabels. Ja. Ja, dat is... Nou, één kabel eraf, de andere in de plaats. Dat kan ook natuurlijk. Ja, daarom. Ja, oké. Okay. Scheelt weer. Precies dat. Tot zo. Ja, ik heb eten hier voor mijn neus staan. Ik ga nog even op bed eten. Ik ga nog een filmpje kijken. Om 8 uur gaat mijn wekker. Dus ik ga deze vlog lekker afsluiten. Want morgen staat er een hele leuke dag op de planning. Ja, dat zie je zeker. Maar dat is voor morgen. Ik ga nu eventjes lekker tot mezelf komen. Ja. Dus even een hele rare maand. Gewoon, ja. Van alles. November operatie. November iemand overleden. Deze maand iemand overleden. De kleinzoon van mijn schuin onderbuurvrouwtje. Die er ook helaas niet meer is. Die mogen we volgende week woensdag ook weer wegbrengen. Dus het is zo bizar gewoon allemaal. Het is niet echt mijn maand. Het is niet mijn jaar. En dat en voor vele anderen niet. Nee. Maar ja, ik ga nou even niet zitten janken. Heb ik even nu ook even geen zin in. Die tranen komen later wel. Ja. Ik ga nu even lekker ontspannen. Want dat zeg ik. Morgen is er wel weer een hele leuke dag, jongens. Dus ik zou zeggen, blijf vooral kijken. Want morgen wordt het een superleuke dag. Want ik ga iemand ontmoeten. Ja, en diegene die gaat ons ook ontmoeten. Ja. Dus ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.